Dag meneer. Goedendag samen. Wij kwamen eens vragen, is het waar, we hebben gehoord dat er hier een verhaal verteld wordt van dat er ooit een postkoets is overvallen hier, is dat waar? Ja, dat kan wel. Maar ik geloof dat het een smokkelaar is. Smokkelaar? Ja. Ah, ja. En weet u daar iets meer van, dat verhaal? Ja, ik weet wel dat er, dat er achter waren en dat die man hier zijn eigen verborg. He, en dat ze hem niet hebben kunnen vinden. En die te moesten zitten, die zeer ik. En ik weet ook wel, de plaats wordt hier zat, hè? Ja. Maar dat was verbonden er nog niet. Oh. Ja, dat is echt gebeurd. Ah ja. Dat was in 1938. Dan iets bekend dat ze iets bij zich hadden waar ze. Fijn dat wij kunnen weten waar ze die schat gelaten hebben, weet ik dan misschien? Ja, we zijn het zoeken, hè? Meer kan ik ook niet zeggen, hè? Dus mogen we wel even zoeken hier in de buurt? Dat zou natuurlijk niet afbreken, hè? Nee, maar we zijn papillers, hè? En we hebben de kippen niet doodgeslagen en zoiets, hè? Dat kan je weten. Oké. Maar je mag gerust zoeken, hè? Fijn. Fijn. Moet je iets hebben of zo, dan vragen maar. Ja, ja, dat is goed, maar we kijken wel een keertje rond. Ja, dat is goed. Fijn, dank u wel. Ja. Nou, dan sta ik er door wel weer dicht. Daar ben ik wel. Ja. Hè? Ja.